Dank u wel, voorzitter. Kijk, het is belangrijk, voorzitter, dat wij als burgers te alle tijden ons onderwerpen aan het politiegezag. Wanneer ik als burger gesommeerd word om een plek te verlaten door de politie, die daar bezig is zijn werkzaamheden uit te voeren en de orde te handhaven, dat dien ik te luisteren. Was geen van ons staat boven de wet, voorzitter. En het is jammer wat mijn collega Jones is overkomen. Is jammer, ja. Wanneer je de politie die bezig is zijn werk uit te voeren, ook nog de les wil voorlezen, dan is het echt jammer als je één klap hebt gehad. Omdat het nimmer zo ver mag komen. Maar voorzitter, we hebben hier leiders gehad. Die mensen die hebben gezegd, we zijn moe, hebben gezegd, als je moe bent, dan ga slapen. Dat is arrogantie. We hebben leiders gehad hier, die wanneer mensen op straat kwamen, mensen werden verklaard als te zijn vijanden van de staat. Dat was arrogantie. Voorzitter, wanneer groepen die protesteren aangeven dat ze het hoogste college van staat gaan bezoeken en een petitie willen indienen, hebben wij te alle tijden, u ook voorzitter, het volk altijd ontvangen. Wanneer wij hier namens het volk willen praten, hebben wij ook een verantwoordelijkheid om de mensen te wijzen wat de correcte manier is om zaken te doen. Ik kan me niet voorstellen dat mensen praten over honger, maar je breekt in hosh hosh. Wat heb je daar gegeten? Dus voorzitter, laten we geen vandalisme hier willen promoten en laten wij te alle tijden...